You were talking about the role of the scientists of giving science a better image. Of course, scientists would play a very big part in that, but shouldn't there be a bigger role of the politicians in that? Well, I think I think you know it's I feel when as scientists, as academics, as scholars, we want to make the case, it's important first we look at ourselves. What can we do? And I think we can do much more. And not everybody, but you know, as a collective. But also I think you need partnerships. You need partnership with the media, partnership perhaps with art, with companies, but definitely also with politicians and policymakers. But one thing you could also think about, now there are not that many politicians who have a background in, for instance, particularly like in the physical sciences. And I know a good friend of mine in Princeton, he was like a congressman. He's a physicist, he was a congressman for like 20 years. And he often told me, you know, the last thing I did was sit on committees about science. Because, okay, you know, actually, no, I want to sit on other committees that discuss, you know, the military or foreign policy, because the voice of science should also be heard about other issues. I think that's what we should do. So I think, you know, also all of us, we should, you know, be, in some sense, infiltrate politics. It's important, I think, that whether it's in parliament or in the government or in the ministries, we have people with a lot of knowledge. In fact, in the Netherlands, there has been a lot of erosion in that respect. So if you go to the ministries, you find less experts, fewer experts than we used to have. In some sense, a lot of like climate politics policies are not made by the minister, but by the top civil servants. So it's very important also that, you know, people who love science, you know, they should be motivated and encouraged to go into these subjects, and actually can do a lot of good. You were talking about the role of the scientists of making giving science a better image. Of course, scientists would play a very big part in that, but shouldn't be our politicians should be play a bigger role in this? Because if you take the United States and Trump with declining the effects of the climate change, shouldn't there be a bigger role of the politicians in that? Well, I think I think I feel when as scientists, as academics, as scholars, we want to make the case, it's important first we look at ourselves. What can we do? And I think we can do. Hallo allemaal, goedemiddag. Kijken. Hallo allemaal. 6 jaar geleden was hij te gast bij het eerste interview in het 10e jaar van Room for Discussion. Nu is hij ter ere van het 15-jarige jubileum van Room for Discussion aangeschoven. 5 jaar geleden was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Institute for Advanced Studies aan Princeton. Nu mogen we hem verwelkomen als minister. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn op deze. Nou, het was net nog wat zonniger, maar nu toch een beetje druilige vrijdagmiddag. Ik ben Koen, tweedejaars student aan Amsterdam University College. Ik ben Max, tweedejaars student politicologie. Ooit was hij student natuurkunde en schilderkunst, maar nu is hij minister. Mogen we een groot applaus voor Robert Dijkgraaf. Zo. Hi. Zo, kijk. Welkom, minister Dijkgraaf. Dank u wel voor uw komst. 6 jaar geleden was de politiek een onbekende wereld voor u. En nu zat u helemaal in de wereld van de academie, aan de UvA en ook aan de Institute for Advanced Studies aan Princeton. Bent u na zo'n lange carrière in het onderwijs de politiek ingegaan om als wetenschapper de politiek te infiltreren? Ja, ik vond het trouwens erg leuk om hier te zijn, weer terug bij de UvA, waar ik zoveel voetstappen heb lopen. Ik vond het wel confronterend om dat interview te zien. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens, trouwens. Dat helpt wel. Maar ja, wat ik me nooit echt had gerealiseerd, dat het de politiek ingaan op een gegeven moment ook een kwestie is van je krijgt gewoon een telefoontje en dan moet je een vrij korte tijd moet je of ja of nee zeggen. Dus je springt ook wel in de diepe. Ik weet toen ik
werd aangekondigd dat ik minister werd, stond er een cartoon in de, geloof de Volkskrant. Dan zag je me afdalen van de Ivoren Toren in een groot zwart gat. Dat heet Politiek Den Haag. Het is, maar je zegt, uiteindelijk is het denk ik ook wel een hele simpele vraag die met ja of nee moet beantwoorden. Maar je gaat natuurlijk wel nadenken, waarom heb ik ja gezegd? En ik denk dat er wel een van de redenen was dat je... ik zat eigenlijk bijna zo te zeggen, ik een enorme liefde voor het onderwijs en voor wetenschap. En ook wel altijd wat meningen over gehad. Maar het bijzondere is natuurlijk dat als je politicus bent, als je bewindspersoon bent, dat je ook een antwoord moet hebben op de vraag, maar wat ga je eraan doen? Wat ga je veranderen? En het bijzondere van de positie van minister is dat je absoluut geen excuus hebt op die vraag. Dat wil zeggen, je kan een moeilijk antwoord hebben, maar het antwoord van ik kan daar niks aan doen is eigenlijk wordt niet geaccepteerd. Je hebt interviews als deze, maar je zit, staat natuurlijk ook in de Kamer. En je hebt die verantwoordelijkheid. Dus ik denk voor mij is toch wel het belangrijkste motivatie om, om wat betreft mijn eigen domeinen van onderwijs en wetenschap, om daar iets ten goede te veranderen. En ook misschien wel een bepaalde boodschap uit te dragen. Ja. We zitten hier vandaag op de UvA. We gaan het vooral hebben over onderwijs. Ja. U blijft natuurlijk minister van OCW. Dus als u zou moeten kiezen, onderwijs, cultuur of wetenschap, welke wordt het? Nou, ten eerste is het een ontzettend leuke combinatie binnen het ministerie. Ik noem het altijd, wat zijn de zachte krachten. Maar ook de krachten die ons eigenlijk vooruitgang bieden. Krachten van hoop, van optimisme, ook verbeelding. Dus die combinatie vind ik heel erg mooi. Ik denk als je eerlijk bent dat mijn grootste investering is altijd in de wetenschap geweest. Zeg maar. Dus dat, daar weet je misschien het meest van, maar is ook het meest vertrouwd. Onderwijs in zijn breedte is een enorm groot veld. En ja, cultuur is natuurlijk iets waar je gewoon misschien wat meest blij van wordt. Maar het zit niet in mijn portefeuille. Mijn portefeuille, we zijn met z'n drieën in het ministerie. In mijn portefeuille zit het vervolgonderwijs, dus mbo, hbo, wetenschappelijk onderwijs, wetenschap. En ik ben ook emancipatie, dus zowel gender als LHBTIQ+, zit in mijn portefeuille. Maar ik heb de andere twee portefeuilles, die van funderend onderwijs en cultuur en media, allebei kort gehad, want er waren wisselingen in. Mm-hmm. Dus ik weet ook hoe het is om... ik ben een paar weken minister voor funderend onderwijs geweest. Toen heb ik direct de mobieltjes verboden in de klas. Dat was mijn moment, moment of fame. In die 5 dagen dat ik staatssecretaris voor cultuur en media was, heb ik niks spectaculairs gedaan. Maar ik ben eigenlijk wel heel tevreden met mijn eigen portefeuille. Ik denk dat die toch wel degene is die het dichtst bij me staat. Oké, interessant. Vandaag is het thema, zoals jullie misschien al weten, utopisch onderwijs. Ja. Dus als we even naar het publiek kijken, wie is uw student? Een groot deel. Wie vindt dat we in Nederland een utopisch onderwijssysteem hebben? Oké, en wie zou het Nederlands onderwijsstelsel een voldoende geven? Wat meer. Oké, dus op zich, de meeste mensen geven het voldoende, maar het kan ook wel iets, maar het kan dus wel iets beter. Denk je niet? Ja, zoals we hebben gezien, er is nog ruimte voor verbetering. En woensdag bracht de inspectie rapport, de staat van onderwijs, met u ongetwijfeld mee bekend. En dit was eigenlijk een rapport net als die van voorgaande jaren, met toch wel kritische cijfers, kritische resultaten. Ja. Deelt u die pessimistische visie ook persoonlijk, of denkt u, dat valt wel mee? Ik vind het moeilijk. Ik denk dat onderwijs bestaat natuurlijk uit een heleboel verschillende componenten. Ik ben eigenlijk, als we kijken over het... vervolgonderwijs, vind ik dat we het eigenlijk verhoudingsgewijs, daar staat eigenlijk weinig kritiek op. Ik denk als we het hebben over de universiteiten, dat het algemeen heel goed doen. Ik ben heel erg trots op onze universiteiten, hogescholen, mbo-scholen. Ik denk dat ze gemiddeld, dus het stelsel van vervolgonderwijs krijgt er algemeen hele hoge punten. Bijna ons stelsel, bijvoorbeeld universitair stelsel, wordt bijna hoger gewaardeerd dan de afzonderlijke spelers, omdat we ook met elkaar goed samenwerken. Maar ik denk in het funderend onderwijs zijn er problemen. Het gaat over de basisvaardigheden, gewoon hoe ver doen we taal en rekenen. Maar als je gaat kijken onder de motorkap eigenlijk van het onderwijs, waar ik mij het meest zorgen over maak, is dat er steeds groeiende verschillen zijn. Verschillen tussen scholen, binnen scholen. Zelfs binnen van de ene docent de andere docent, als je ziet de grote thema's waar we ons zorgen over maken, bijvoorbeeld kansengelijkheid
of gelijke mogelijkheden, zeg ik graag. Weet je, kan iedereen in Nederland de beste vorm van zichzelf worden, dan blijkt het toch steeds meer afhankelijk te zijn van waar je wiegje staat, wat je ouders je mee kunnen brengen. En dus we moeten oppassen dat we als een soort rapportcijfers geven voor het onderwijs, dat dan denken we over een gemiddeld, maar laten we ook kijken naar de spreiding. Laten we kijken hoe groot, en dan zien we de onderlinge verschillen, die zijn eigenlijk aan het toenemen. We kijken de dalende leerprestaties in het funderend onderwijs komen echt omdat er een kwetsbare groep zit, die het extra moeilijk hebben en die het eigenlijk steeds moeilijker krijgen. En ik denk, daar moeten we ons over zorgen. Maar ik voel altijd van, ja, wat betekent nou, waar wil je hoge cijfers voor hebben als je het onderwijs beoordeelt? Dat vind ik eigenlijk drie dingen. Zeker de kwaliteit, maar ook de toegankelijkheid. Hè, want fantastisch onderwijs bieden voor een heel klein groepje, dat is eigenlijk vrij makkelijk. En de derde is natuurlijk dat je ook onderwijs krijgt waar je iets aan hebt. Dus een aansluiting bij de maatschappij, de aansluiting bij de arbeidsmarkt, de aansluiting bij de, ja, wat alles van ons wordt gevraagd wordt. En dat wordt meestal, soms in onderwijstermen wordt het een trilemma genoemd. Dat zo, je kan ze niet alle drie tegelijkertijd hebben. Maar onlangs was er een ambtenaar bij ons die promoveerde en zijn eerste stelling was van zijn proefschrift, het trilemma is geen trilemma. Ik zeg altijd, je kan alle drie doen. En als ik eerlijk gezegd naar Nederland kijk, dan zijn we verhoudingsgewijs wereldwijd echt goed in staat om die drie elementen bij elkaar te brengen. Want mensen, het is heel makkelijk, ik heb lang in de Verenigde Staten gewerkt. Nou, daar heb je natuurlijk universiteiten waar het moeilijk is om je mee te meten. Maar ja, die hebben absoluut scoren die een absolute dikke onvoldoende op toegankelijkheid. Daar kwam je bijna niet op. Je hebt landen waar enorm veel universitair opgeleide mensen zijn die allemaal werkloos zijn. Omdat ze totaal niet de vaardigheden krijgen waar ze ook hun leven mee kunnen vormgeven. Dus die balans tussen die drie elementen, ik denk dat we die goed weten te vinden. Maar we moeten vooral zorgen hebben voor de groepen waar het eigenlijk niet voor werkt. En dat die groep groter wordt en dat die eigenlijk steeds minder mogelijkheden krijgt. Ik denk dat, daar maak ik me echt zorgen over. We gaan het dus vandaag hebben over utopisch onderwerp. En dat gaan we doen in verschillende blokjes. En we willen daarmee eigenlijk beginnen met mentale gezondheid. Want ja, hoe het onderwijsstelsel ook onder druk staat, staan studenten zelf natuurlijk ook onder druk. Zo heeft 44% angst- en depressieklachten, 56% veel stress en 62% gevoelens van eenzaamheid. Rekent u zich dat persoonlijk aan? Ja, in de zin van, dat is misschien hetgene waar ik het meest geschrokken van ben toen ik deze baan begon te doen. Van hoeveel signalen we afgeven, echt alarmbellen die afgaan over mentale gezondheid. Voor jongeren in zijn algemeenheid. En dat zie je ook in de meest ernstige gevallen. Dus, maar het is breed, het neemt toe. Het heeft heel veel oorzaken, denk ik. Je kan er niet één aangeven. Maar moeten toch ik denk de belangrijkste is voor mij toch wel, nou, wat ik zou zeggen, de algemene prestatiedruk in de samenleving. Het leven is meer een soort hindernisbaan geworden. Ik vind het wel heel mooi dat jongeren in zijn algemeenheid en studenten met name aandacht vragen voor dit onderwerp. Dus het bespreekbaar maken. Van, god, dit is eigenlijk niet normaal. Wat voor maatschappij willen we zijn? Dus ik vind dat ook iets heel positiefs. Maar wordt er ook geluisterd? Ik, in de politiek, nou ja, ik heb er volgende week een Kamerdebat over. Maar ik probeer wel vaak over te hebben. We hadden laatst ook een mooie bijeenkomst, zogeheten kopzorgenraad op OCW met studentenorganisaties, maar ook scholierenorganisaties, mensen in de gezondheidszorg. Van wat kunnen we eraan doen? Er zijn denk ik meerdere dingen die we kunnen doen. Ten eerste denk ik is het belangrijk om op zijn minst in het onderwijs te zorgen dat die druk minder hoog wordt. Door meer verschillende mogelijkheden en verschillende vormen van onderwijs te etaleren. Ik probeer veel aandacht te geven voor alle vormen van vervolgonderwijs. Dus ook mbo, hbo. En niet in de zin van dat het minder of meer is, of hoger of lager. Maar weet je, het is belangrijk dat je op je plek zit. Dat je doet waar jouw talenten liggen, et cetera. Maar dan denk ik ook, het onderwijs is een van de weinige plekken waar je er ook wat aan kan doen. En ik hoor ook heel veel van studenten van, geef ons ook de middelen om hiermee om te gaan. Dus het is mooi om allerlei vakken te leren. Maar misschien moet je ook leren om te gaan met stress, met uitdagingen, met verandering.
het leven is natuurlijk een stuk ingewikkelder geworden. Die ingewikkeldheid, of het nu het internet is of social media, dat hou je allemaal niet buiten de deur. Maar je kan wel leren wat de skills zijn om daarmee om te gaan. En dat zijn vaak soft skills, die denk ik eigenlijk keihard zijn, want ze gaan je leven lang mee. En ik zie ook steeds meer mooie voorbeelden van onderwijsinstellingen zeggen, daar bieden we ruimte in, dat weven onze programma's. En we geven ook jonge mensen de instrumenten om daarmee om te gaan. Maar zelfs denk ik, als jij enorm eendimensionaal denkt en je wil alleen maar de beste leerprestaties, dan nog is het denk ik goed om die veilige en zo min mogelijk stressvolle omgeving te creëren. Want ik heb al zoiets, harde drukken dan nodig is, dat geeft uiteindelijk ook suboptimale resultaten. Dus ik denk ook vanuit een onderwijskundig perspectief is het heel belangrijk dat je een veilige omgeving creëert. Daarnaast is natuurlijk sociale veiligheid ook heel belangrijk voor mentale gezondheid. 2 weken geleden zei u, er is een cultuurverandering nodig voor een samenleving waar iedereen zich veilig voelt en op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Dat was een reactie op de publicatie van de Bangalijst in Utrecht. Ja. Denkt u dat Nederlandse universiteiten veilige omgevingen zijn? Nou, allereerst is het wel iets, denk ik, nou, sowieso zouden ze dat moeten zijn. Hè? Het is echt, ik zeg altijd, het is de onderste verdieping van de Maslow-pyramide. Als je geen veilige omgeving hebt, waarvoor kan je dan nog zorgen maken van wat voor onderwijs je geeft? Maar ook daar zien we dat we, ja, ik noemde het een cultuuromslag. Ik denk dat we in de samenleving op een heleboel plekken zeggen, ja, zo ga je gewoon niet met elkaar om. Dus dat zien we, of het nou de media is, of de sport, of de medische zorg, of noem maar op. Maar onderwijs raakt me eigenlijk dubbel. Want ten eerste is het een plek waar je kwetsbaar moet kunnen voelen. Het is een plek waar veel jonge mensen zijn, die extra veel bescherming vragen. Maar het is ook een plek die extra kwetsbaar is, omdat sociale onveiligheid ontstaat typisch in situatie van hiërarchische situaties. Nou ja, docent, student of weet ik wat, promotor, promovendus. Eerlijk gezegd, het academische huis zit vol met hiërarchische relaties. En eerlijk gezegd, we zijn niet een soort schoolvoorbeeld hoe het wel moet. Eigenlijk een heleboel misstanden vinden juist plaats in het onderwijs. Omdat het zo bijna zo hiërarchisch is georganiseerd. Dus het ligt een dubbele opdracht om daar aan te gaan werken. En dat doen we ook. Hè. We doen dat met alle instellingen afzonderlijk, doen het ook met elkaar. Maar we zien ook dat het, het is een onderwerp waar je gewoon iedere dag wel in de krant over leest. Ik ben ook als minister van Emancipatie medeverantwoordelijk voor het Nationaal Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. We hebben bijvoorbeeld een pact afgesloten met de studentenverenigingen om daar wat aan te doen. Heel mooi ook, er zijn dingen als gelijk spel, waarbij studenten eigenlijk daarin onderwijzen. Daar word ik allemaal heel enthousiast over. Maar ja, als ik dan die bangalijsten zie, denk ik, jongens, vaak zeg ik het verhaal, god, weet je wel, de jonge generatie, die doet het niet meer. Dit is een beetje old school gedrag. Ja, dit sterkt mij dan niet in die gedachten. Denk je, jongens, van wat heb je nou gedaan? We hebben nou al die pacten met elkaar afgesloten. We hebben gezegd, we gaan ons veranderen. Ik weet ook heel veel mensen binnen die studentenverenigingen, die willen ook echt, zijn echt overtuigd dat het anders moet. Maar er is nog een hoop werk te doen. Ja, de publicatie van deze bangenlijst was niet de eerste keer dat het is gebeurd. Nee. Maar wanneer denkt u dat het de laatste keer gaat zijn? Dat vraagt enige realisme. Dus, ik hoop, weet je wat, het is, wat ik voel is, we zitten eigenlijk midden in zo'n overgang. En dat zie je op heel veel plekken. We hebben een enorm debat erover. Nou, is je ook niet ontgaan, dat bijvoorbeeld rondom de Technische Universiteit Delft is een hoop gaande. Er zijn een heleboel andere incidenten geweest. Dus ik denk dat we nou net in de periode zitten waar er eigenlijk dat er eigenlijk maximaal hoeveelheid stof wordt opgewaaid. Dat we tegelijkertijd dat we de goede en de foute voorbeelden zien. En we zijn zo'n beetje halverwege, voel ik. En we gaan over een soort overgang heen. We zitten misschien wel op het minst comfortabele punt. Waar we wel alert zijn dat dit belangrijk is, maar tegelijkertijd nog een heleboel fout gedrag is. En ja, daar moeten gewoon scherpe discussies over worden gevoerd. En hoe kunnen we die cultuuromslag versnellen eigenlijk? Nou, dat kan alleen maar als gewoon iedereen meedoet. Hè? Dus, en sowieso vind ik iedereen die in een leidinggevende functie zit, die moet daarvan wakker liggen. Hè? Want het is echt ik lig daarvan wakker.
maar ook, vind ik, of het nou collegevoorzitters zijn of voorzitters van een studentenvereniging of decanen. Dit is gewoon de zorgplicht voor jonge mensen, die staat gewoon bovenaan. Dus we moeten daar met elkaar het gesprek over hebben. En nou, we doen heel veel, en we hebben ook, ik weet ook hier bij de UvA, doen veel in meldpunten, handreikingen, handleidingen, et cetera. Maar dat is soms ook een papieren werkelijkheid. En dan is de praktijk. En daar zit nog gewoon een groot gat tussen. En ja, daarom voel ik wel dat eigenlijk bij ieder voorbeeld, ieder punt waar je van schrikt, maar dan ook weer vaak ook wel gewoon goede reacties zijn van zeggen, ja, dit kan niet, dit willen we niet, betekent dat we langzamerhand in die kanteling bezig zijn. Ik voel trouwens ook dat dit iets is wat wel, dat niet meer te stoppen is. Het is een bepaald soort gedrag, kan gewoon niet meer. Betekent niet dat het nog niet is. Maar ja, we denken met elkaar moeten we daar wel normerend in zijn. En nogmaals, ik zie een hele belangrijke rol, juist voor studenten, om te zeggen van, goh, wij willen gewoon een bepaalde manier met elkaar omgaan. En we verwachten dat iedereen dat doet. En dan heb je eigenlijk ook een shortcut naar de samenleving. Want dan heb je de volgende generatie al op orde. We willen even terug naar de vorige generatie. Want het saldo op onze bankrekening als student heeft natuurlijk ook een grote invloed op de mentale gezondheid van studenten. En daarom willen we even kijken naar een filmpje van vlak, of niet vlak, maar lang voordat u minister was, naar 2012. Dus we kunnen even kijken. Het sociaal leenstelsel gaat er zeer waarschijnlijk komen. Klinkt heel leuk, sociaal lenen, maar het komt er natuurlijk op neer dat studenten eigenlijk alles zelf moeten gaan betalen. Is dit terecht of niet? Sociaal leenstelsel, vind jij het een goed idee? Nee, totaal niet. Ik vind het wel een goed idee. Ik denk, je krijgt heel veel voor terug als je een studie doet. En niet iedereen heeft die mogelijkheid, dus daar mag je er zelf ook wel iets voor over hebben. Ik vind het niet eerlijk eigenlijk voor de mensen die straks gaan studeren in 2014. Want je zadelt studenten onnodig, denk ik, met toch een dikke schuld op. Ik vind het een beetje jammer. Nederland een kennisland en dan wordt er bezuinigd op onderwijs. Vind je niet dat studenten dat prima kunnen terugbetalen als ze straks een goed betaalde baan hebben? Ja, afhankelijk van welk niveau je dan pakt. Is het mbo, is het universitair? Ik kan ervan uitgaan dat ze later een baan hebben die gelijk staat aan de aflossing. Zou dat goed moeten komen als ik die plannen moet geloven? Ik denk dat het sommige jonge studenten zeker van weerhoudt om te gaan studeren. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk blijft studeren en zoveel mogelijk blijft ontwikkelen. En dat kan op deze manier niet, want niet iedereen heeft hier het geld voor. En niet iedereen komt later in een positie om zoveel geld terug te gaan betalen, zeg maar. Ja, dat was 2012. Ja. Gaan we even kijken in het publiek. Is er iemand die hier al in 2012 op de UvA rondliep? Even kijken, dat valt er nog. Ja, precies. Geen studenten, als ik het zo zie. Om dan te kijken, wie hier noemt zichzelf onderdeel van de pechgeneratie, zoals we dat noemen. Kijk, dat zijn er al wat meer. Ja, dus wat vindt u van die term, pechgeneratie? Nou ja, ik begrijp hem heel goed. Hè. Dus als we kijken wat er gebeurd is met de afschaffing van de basisbeurs, en laten we eerlijk zijn, ook weer de herintroductie van de basisbeurs. Zeker. Dus als je zegt, vond je nou een goed idee om af te schaffen? Nou nee, want daarvoor hebben we hem niet weer geïntroduceerd met algemene stemmen in Eerste en Tweede Kamer. Dus er is geen enkele politieke partij die dat een slecht idee vond. We zien er gewoon van dat een... ik denk echt interessant ook om deze woorden, sommige toch wel profetische woorden, te horen. En ik denk dat we in die discussie toen misschien vergeten zijn wat er in de rest van de samenleving is gebeurd. Want als ik nu kijk met de financiële zorgen van studenten, die hebben zeker te maken met... van de studenten die, de pechgeneratie die de basisbeurs heeft gemist. Maar het is niet alleen die extra lening die je hebt, maar ondertussen kijken wat in de huizenmarkt is gebeurd, kijk wat er gebeurd is in een heleboel andere aspecten van weet je, meer flexibele contracten. Er is een hoop onzekerheid gecreëerd. En wat je ziet is van ja, je kan het probleem eigenlijk alleen maar bekijken als je uitzoomt. En al deze elementen bij elkaar neemt. En wat me ook wel opvalt, en dat is een beetje een lange termijn opmerking, dat als je gaat kijken naar studiefinanciering, dat stelsel is eigenlijk enorm. Er zijn heel veel dingen in het onderwijs die ongeveer hetzelfde blijven. Maar als er één ding is wat over de decennia heeft gevarieerd, is het studiefinanciering. En het stond vaak ook een beetje het kind van de rekening. Het is ook aan het einde... iedere keer weer, maar bij ieder volgend kabinet en bij iedere volgende politieke ontwikkeling gebeurt er iets mee.
We moeten ons wel realiseren dat het leenstelsel is geïntroduceerd in, wat was het, 2015 uiteindelijk. Ook omdat het een tijd was waar de toenmalige kabinet geen mogelijkheid zag om te investeren in het onderwijs. En dus werd er eigenlijk gezegd, ja, studenten moeten zelf investeren in het onderwijs. Ja. En studenten worden natuurlijk altijd makkelijk weggezet als een groep die altijd maar meer geld wil. Ja. Dat is misschien soms ook wel terecht, maar dat is natuurlijk ook het punt wat de studenten in deze video maakt. En hoe ruimt u dat dan met de oproepen vanuit de studenten in deze tijd? Nou ja, ik denk dat het debat is nog niet klaar. Hè? Dus ik denk, er zijn een aantal elementen. Dus ik ben blij dat de basisbeurs er is. Wat betreft pechgeneratie hebben we natuurlijk, toen ik als begon met ons kabinet, hadden we tegemoetkoming. Hè, dat is ook absoluut niet een volledige compensatie. Eind vorig jaar, hè, met het amendement omzicht, is er eigenlijk structureel extra geld beschikbaar gekomen om wat te doen aan de rente op de studieleningen. Eventueel om iets aan de tegemoetkoming te doen. Ik heb daar vorige week ook in de Kamer over gedebatteerd. Waar ook de optie is genoemd van, nou, kunnen we dat niet in één keer, die tegemoetkoming, hoog maken? Ik vind eerlijk gezegd dat de Kamer heeft ook gezegd van, goh, we willen dat geld beschikbaar stellen voor deze groep studenten. En ja, ik zit een beetje in de afwachtende houding om ook nu van de Kamer te horen van welke variant wil je en hoe kunnen we het gaan regelen. Ik denk het wel belangrijk is dat die toezegging vanuit de politiek om wat extra's te doen voor deze generatie, dat die ook vorm wordt gegeven. Ja, want om het over die specifieke motie ook te hebben, een andere motie is aangenomen om de rente op studieleningen te bevriezen op 0,46%. Dat was het niveau in 2023. En daar reageerde u op dat dat niet mogelijk was wegens technische beperkingen in de systemen van Duo. Maar daar stond ook in de brief dat per 1 januari 2026 geregeld kon worden. Is dat dan wat studenten nu in het vooruitzicht kunnen hebben? Nou, meerdere dingen. Dus wij spreken, je kan vragen waarom zit de rente op studieleningen? En dat heeft te maken met de totale houdbaarheid van het stelsel. Dus wat eigenlijk de overheid doet om studieleningen te kunnen geven, is zelf lenen. En dat moet je dus ook weer terugbetalen. Dat staat op de OCMW-begroting. Je wilt natuurlijk ook niet dat afhankelijk van de rentestand we wel of niet moeten gaan bezuinigen in het onderwijs. Dus een paring aan de rente is denk ik verstandig. Maar het amendement suggereert ook, je kan die rente, je kan een soort demping maken, je kan een plafond aanleggen. Dat zijn allemaal varianten. Je kan het ook in de tegemoetkoming doen. Dus dat zijn mogelijkheden. We hebben gezegd van, nou, we staan klaar om het te regelen. Maar wij wachten eigenlijk op een aanwijzing vanuit de politiek, dat wil zeggen vanuit de nieuwe Kamer, in welke variant men wil. En er zijn een aantal moties aangenomen, of er zijn een aantal moties ingediend vorige week. Daar wordt volgens mij deze week over gestemd. Dus we gaan ook horen van wat men wil. Maar dat zijn weer moties om dingen te onderzoeken. En uiteindelijk denk ik dat ik ook eerlijk moet zijn dat de knoop hier waarschijnlijk wordt doorgehakt door een nieuw kabinet. En dus aan een formatietafel zoals die nu gaande is. Ja, spannend. Zoals Jorden had gezegd, de basisbeurs is weer terug. Ja. En dat is natuurlijk heel erg fijn voor studenten. Maar per augustus raken we daar 35% van kwijt. Ja. In plaats van 467 euro krijgen we 302 euro. Ja. Daarnaast kopte de NOS in oktober 2023 de rente vervijfvoudigd zou worden naar 2,5%. Uw reactie daarop was dat er al een hogere basisbeurs was en een tegemoetkoming voor energie. Echter vallen deze binnenkort weer weg of zijn al weggevallen. En is dat niet eigenlijk een financiële klap na financiële klap voor studenten? Ja, over de rente hebben we het net gehad. Hè? Dus ik denk op de langere termijn is het goed dat er een koppeling aan de rente is, maar die zou je kunnen dempen. Daar is dat amendement voor. Als het gaat over de hoogte van de basisbeurs, was ik er wel trots op dat ik een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, dat we hebben kunnen regelen dat er een eenmalige, daar waren ze toen de financiële ruimte voor, verhoging was van de basisbeurs. Nou, zoals je terecht zegt, was dat een eenmalig iets. Nogmaals, ik weet niet hoe lang ik hier nog zit.
Maar ik denk als ik er nog zou zitten in augustus, en dan is het moment dat we naar koopkracht kijken, dan ga ik me zeker wel sterk maken om te kijken of er ruimte is om dit te continueren. Maar ja, het is wel goed omdat je het noemt. Want goed om te realiseren dat dit jaar een bijzonder jaar was. Omdat we dus gewoon alleen voor dit jaar hebben kunnen regelen dat we die hoogte van de basisbeurs is wat die is. Ja. Om dit deel dan af te sluiten, vindt u in het algeheel dat de overheid genoeg doet om studenten te waarschuwen voor de financiële gevolgen van investeren in hun eigen toekomst? Nou, ik denk, vind ik moeilijk in de zin van dat je kan kijken, goh, wat waren nou precies de boodschappen de afgelopen jaren officieel vanuit DUO. En dan denk ik dat er altijd wel op een correcte manier op de resultaten is gewezen. Maar ik denk dat we wel realiseren nu dat meer voorlichting daar gewoon verstandig is. Dat er bij wijze van spreken, als je leeft in het, dat heeft misschien altijd wel, gestaan dat er dat het niet rentevrij was. Maar als je jaar op jaar op jaar op jaar 0% rente hebt, dat geeft ook een bepaald verwachtingspatroon. En natuurlijk de overheid zelf is geschrokken toen ineens de inflatie naar boven ging. Dat heeft ook gewoon enorme gevolgen gehad. En het heeft nog steeds gevolgen ook voor de overheidsfinanciën. Dus ik denk dat we wel op dit moment door het komst van het leenstelsel, het weer weggaan van het leenstelsel, de herintroductie van de basisbeurs en alle discussies daaromheen, de pechgeneratie, dat we wel op een andere manier denken over studiefinanciering. En nogmaals, waar ik me soms over zorgen maak, is dat studiefinanciering zo fluctueert door de tijd heen. En het belangrijkste is denk ik dat we een stabiele manier hebben om de studenten te ondersteunen op een eerlijke manier. Dat we op de juiste manier voorlichting over geven. Dat we het ook gelijkelijk doen in alle vormen van vervolgonderwijs. Ik zag even het filmpje dat iemand zei, het maakt uit of je mbo of wo doet. Ja, ik merk ook soms in de universitaire wereld dat men zich niet realiseert dat de afgelopen jaren wel een basisbeurs geweest is voor mbo-studenten. Dus dat is ook zo. Maar soms vind ik het moeilijk uit te leggen ook hoe we de verschillende groepen van studenten anders behandelen in studiefinanciering. Dat is volgens mij niet zoals we het zouden moeten doen, ook in lijn met de gelijke waardering die iedere student verdient. Heel interessant. Dan kunnen we door naar internationalisering. Wordt misschien lastig in een Nederlandstalig interview, maar zitten we misschien wat internationale studenten in de zaal? Toch een aantal. Volgen jullie het een beetje ook in het Nederlands? Of? Kan je het een beetje meekrijgen? Ja, okay. Nou, mooi. Nou, kijk. Dus het aantrekken van internationals was natuurlijk heel lang het doel van het Nederlands onderwijsbeleid. En nu is dat plotseling omgeslagen, terwijl 50 jaar geleden, hoeveel internationals zaten er toen bij u? Ja, nul denk ik. Nul. Bijna. Ja. Dus wat denkt u dat de oorzaak is geweest van deze koersomslag? Nou, als ik het algemeen mag zeggen, is van ik heel erg trots op ben dat Nederland zo'n aantrekkelijk land is voor internationale studenten. We zijn echt een topbestemming. Dat is ook omdat we denk ik heel hoog kwalitatief onderwijs geven. Het is een belangrijk element, het is een verrijking. En wat ik zelf voel is dat we eigenlijk in een soort tweede fase van internationalisering zijn gekomen. Waar mensen zich afvragen van waarom willen we het precies, hoe willen we het, wat zijn de voordelen, wat zijn de uitdagingen, hoe gaan we daarmee om. En we hebben natuurlijk een van de redenen ook waarom die discussie zo gekomen is, dat je ook geluiden hoort van moeilijk om aan een kamer te komen. Op sommige plekken overvolle collegezalen. En het ding denk ik waar we voor moeten waken, en dat probeer ik ook, om het niet te gaan mengen met een algemene discussie over migratie. Ik denk dat dat iets is wat je niet wil doen. Ik merk wel, gebeurd, hè? Dus waar denk dat is wel gebeurd gaat? Op sommige plekken, denk ik. Soms ook, trouwens nu, het is ook wel een, ik zou zeggen, jij zegt het is omgeslagen, maar ik voel meer dat het een beetje fluctueert. Want ik heb juist ook wel weer dat men de laatste tijd ineens ook weer een discussie heeft. We hebben kennismigranten nodig, er zijn grote vragen in onze samenleving. Dus ik zeg altijd vaak, ja, het is niet een rem of een gaspedaal, het is een stuur. We moeten er meer over nadenken hoe we ermee omgaan. Er zijn ook veel politieke krachten die, denk ik, ja, ik voel ik ook wel een beetje als mijn taak om die
te kanaliseren en daar gewoon een verstandige discussie over te hebben. En dat betekent dat we, denk ik, onze wetgeving moeten updaten, dat we de instellingen zoals de universiteiten de instrumenten geven die ze nodig hebben, dat er ook met elkaar collectief over wordt gesproken. Want ik zei van, we hebben zo'n mooie balans in Nederland waarin we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de aansluiting op de arbeidsmarkt eigenlijk proberen we tegelijkertijd omhoog te houden. En hoe doe je dat in een internationale wereld? En het is boeiend. Ik spreek zo nu en dan mijn Europese collega's in de Europese raden. Zit je met 27 ministers van onderwijs. Ik merk eigenlijk ieder land is hier die discussie gaande. Wij zijn niet het enige land. En hoe kunnen we nou voor zorgen dat internationalisering duurzaam is? Zodat je het gevoel hebt dat je in controle bent, ook als instelling. Dat je die voordelen maximaliseert, dat je die nadelen minimaliseert. En dat vraagt denk ik een hoop maatwerk. Dat vraagt nuance. Is niet makkelijk in het politieke debat. Je ziet ook wel eens van dat er men zo'n beetje dikhout planken wordt gezaagd. Ik probeer steeds keer op keer te zeggen dat is maatwerk. Het heeft te maken welke opleidingen, waar je bent. Maar laten we eerlijk zijn. Het is absoluut belangrijk, en ik geef die boodschap vandaag weer, om gewoon dat voor internationale studenten dat ze zich welkom voelen. En dat we ze ook keihard nodig hebben. Op zoveel verschillende terreinen. En als we kijken hoe het onderwijs is veranderd in de, ik ben best een lange tijd al actief in het onderwijs. Dan zie ik van een van de mooie dingen is dat toen ik studeerde zag ik nooit een buitenlandse student. En nu zijn ze er wel. En dat is een enorme verrijking van ons onderwijsstelsel. Desondanks liggen er maatregelen. Ja. En een daarvan is deze. Dit is de wet internationalisering en balans. Ja. En een van de hete hangijzers binnen de discussie is artikel 7.2. Ik zal even voorlezen. Een van de voorstellen hier dus, dit ligt nog niet definitief, concept. Het onderwijs binnen een associate degree opleiding of bachelor opleiding wordt voor tenminste 2/3 deel van het totaal aantal studiepunten van de opleiding of het traject verzorgd in het Nederlands, uitzonderingen daar gelaten. Kunt u dit uitleggen? Nou, kijk wat we hier zeggen. Dus laat ik even iets zeggen. Dus wat we zeggen is, nu staat in de wet van het onderwijs is het Nederlands, tenzij je er een goede reden hebt om het niet. En die goede reden is eigenlijk niet gespecificeerd. En dat geeft ontzettend veel onrust, ook in de politiek. Dus wat we zeggen, in de wet hebben we heel nadrukkelijk gaan we zeggen wat alle goede redenen zijn om het in het Engels te doen. Dus, dan noemen we een aantal dingen. Het kan het onderwijsmodel zijn. Het kan gewoon puur vanuit de kwaliteit zijn. We zien dat bij sommige gespecialiseerde opleidingen. Het kan de arbeidsmarkt zijn, het kan de regio zijn. Er zijn heel veel argumenten waarop je gaat. En we hebben ook heel nadrukkelijk gezegd, we willen, dat kan je eigenlijk niet op één opleiding beoordelen. Dat moet je in het hele pakket doen. Dus we hebben ook gevraagd aan de instellingen, kom nou gezamenlijk met plannen om te kijken hoe je dat met elkaar wil doen. Ja, misschien wil je wel op de ene locatie het in het Nederlands en de andere locatie in het Engels aanbieden. Daarnaast hebben we gezegd, als je het onderwijs aanbiedt in het Nederlands, dan hoeft het wat ons betreft ook niet voor 100% in het Nederlands te zijn. En daar komt die 2/3 vandaan. Ja. Dus als zelfs in een zogeheten Nederlandstalige opleiding is het ook heel goed mogelijk om Engelstalig te doen. En ik denk de discussie die we hier echt over moeten hebben, en daar kan dus ook, daar is ook heel veel ruimte voor in de wet, om ervoor te zorgen dat we hem op een goede geargumenteerde wijze vaststellen welke opleidingen we in het Engels willen. En dat kan ook heel goed een hybride model zijn. Hè? Dus bij wijze van spreken, een van de dingen die we hier onder andere bij de UvA zien en die ook veel meer mogelijk gaan worden met deze wet, is om een opleiding om twee tracks te hebben, een Nederlandstalige en Engelstalige track, waar je los van elkaar een numerus fixus op kan zetten. Dus we proberen gewoon eigenlijk heel veel instrumenten te scheppen in de wet die het mogelijk maakt voor instellingen, maar nog meer eigenlijk voor het Nederlands onderwijs collectief, om ervoor te zorgen dat we een goede balans vinden in het onderwijsaanbod in het Nederlands en anderstalig. In dit wetsvoorstel wordt dus de taal van een opleiding geregeld via een adviseringscommissie en een doelmatigheidstest. Ja. Maar toch gaat dat waarschijnlijk verandering zijn tegenover de studies die nu in het Engels en het Nederlands worden gegeven. Dus waar gaat dan het verschil liggen in dat eisenpakket
Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat de concrete impact gaat worden. Want dat heeft ook heel erg te maken met hoe uiteindelijk de universiteit of instellingen samen met elkaar het pakket aanbieden. Wat we ook hebben gezegd is dat er nadrukkelijk terreinen zijn waar we meer internationale studenten willen hebben. Dus een onderdeel daarvan is ook van, wil je misschien op bepaalde richtingen meer stimuleren? We weten bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, dat we een enorme uitdaging hebben in mensen voor de technische sectoren. We hebben net de afgelopen maanden een mooi plan gemaakt rondom het werven van talent rondom de halfgeleidersindustrie, rondom Brainport en andere plekken. Dat is een grote focus voor de Nederlandse industrie, dus daar wil je meer doen. Dus het gaat er eigenlijk meer om dat we een systeem willen ontwikkelen wat door de jaren heen, als onze maatschappij verandert, in staat is daar mee te groeien en te zorgen dat onderwijsinstellingen de instrumenten hebben die ze nodig hebben om uiteindelijk een balans te brengen. Maar dat we ook met elkaar het gesprek hebben van ja, hoe bewaken we de toegankelijkheid? En ik denk dat dat ook wel iets is om voor ogen te hebben van ja, weet je, ik denk dat het ook heel belangrijk is voor Nederlandse studenten. Als je gewoon in Nederland naar de middelbare school gaat en je hebt, wij spreken, een VWO-diploma, dat je gewoon een universitaire studie kan doen en dat je niet altijd door een of ander selectiemechanisme moet. Ik zou het heel vervelend vinden als eigenlijk iedere studie in Nederland een soort medische opleiding gaat worden. Dat is denk ik ook een groot goed wat we willen bewaken. Dus daar willen we eigenlijk gesprek mee hebben. En daarom willen we ook de instrumenten kunnen bieden aan universiteiten, aan hogescholen, om dat fijner in te regelen. Ja, u had het over Brainport en dat is dus project Beethoven, 2,5 miljard om ASML in de regio te houden. Ja. En we hebben ASML gebeld en die zijn ook kritisch op deze ontwikkeling. Want die denken, ja, ondanks die specifieke goede bedoelingen is ook wel de vijandigheid en de algehele uitstraling richting het buitenland schrikt ook al student af. En dat zie je ook nu al in de cijfers. Dus hoe ziet u die gouden lijn in die discussie? Nou, ik vind zelf, dus nogmaals, ik ben niet verantwoordelijk voor de algemene politieke discussie in Nederland. Ik heb wel mijn eigen ideeën erover. En ik vond zelf de ontwikkeling rondom ASML, et cetera, waarbij gewoon een duidelijk signaal kwam. Luister eens even, wij zijn van, we moeten er heel trots op zijn dat we in Nederland het grootste high-tech bedrijf van Europa hebben. Wat geloof ik zo'n 4 miljard per jaar aan onderzoek en innovatie besteedt. Wat graag zou willen doorgroeien in Nederland. Wat ook zegt van ja, we hebben daarvoor een heleboel nieuwe mensen nodig. Die kunnen we gedeeltelijk in Nederland opleiden, maar niet in totaal. Dat hoop ik ook een hoop mensen alert heeft gemaakt, ook breed in de politiek. Dat we internationale studenten nodig hebben. Dat we een land willen zijn wat internationals verwelkomt. En eerlijk gezegd ook in de plannen die we hebben gemaakt, hebben we het ook nog eens een keer heel nadrukkelijk benadrukt dat ja, we hebben ze nodig. En dus ik hoop ook eerlijk gezegd dat de bredere discussie over zijn we nog een attractief vestigingsklimaat? Weten we ons nog steeds internationaal te verhouden? Ja, dat, ik hoop ook dat het voor velen ook een soort wake-up call was. Kijk uit wat je doet met onze economie, met onze reputatie. Naast ASML zijn de universiteiten ook heel vocaal tegen het weren van internationals. Elke week zien we wel een nieuw opiniestuk erover. Bijvoorbeeld ook in de Universiteitskrant was er een interview met de twee UvA-bestuurders Geert ten Dam en Peter Paul Verbeek, getiteld UvA-bestuurders kraken internationaliseringswet van Dijkgraaf. Waarom krijgt deze wet zoveel weerstand? Nou ja, ten eerste denk ik, dat interview is mij gegeven voordat de wet vrij kwam. Ik zag ook een aantal dingen in het interview die een beetje door de werkelijkheid zijn ingehaald. Nogmaals, ik denk dat het belangrijk is, ik zie mijn taak om deze politieke krachten op een of andere manier, nou ik zou bijna zeggen, gewoon te begeleiden en te zien kunnen we een soort, met het lelijke woord handelingsperspectieven, kunnen we gewoon handen en voeten geven. Want ook de UvA is trouwens best zichtbaar geweest in het publieke debat over jongens, we hebben hier te veel studenten, we kunnen ze niet afremmen. Hè. Heel nadrukkelijk, wij willen een fixus op de Engelstalige. Dat is een belangrijk signaal wat ook vanuit deze universiteit kwam. Ja, sorry, als je gaat vragen op een fixus op een Engelstalige opleiding, dan zeg je eigenlijk zelf ook, ik heb wel behoefte aan die rem. Maar, heel nadrukkelijk, ik wil dat op een genuanceerde manier doen. Hè, dat is het punt. We willen eigenlijk de internationale studenten
behouden. We willen zorgen dat dit op de juiste banen wordt geleid. Ik zie ook heel nadrukkelijk dat de universiteiten ook terecht zeggen, joh, je vraagt van ons het onmogelijke. Je vraagt om hier wat aan te doen, maar je geeft ons niet de instrumenten. Nou, dat gaan we ook met deze wet regelen. Dus ik denk dat we daarmee eigenlijk best wel op hetzelfde spoor zitten. Van we willen daar op een verstandige manier mee omgaan. En ik hoor ook trouwens bij van heel veel universiteiten die zeggen van, ja, dus die balans van hoeveel internationale studenten wil ik, ten eerste ligt die balans bij iedere instelling elders. Maar er zijn ook best een aantal universiteiten die zeggen, ik vind het eigenlijk best goed zoals het nu is. Maar, minister, geef me wel de instrumenten om te zorgen dat ik in die balans kan blijven. En ik denk dat dat het gevoel is. We hebben op dit moment ook via de wet eigenlijk te weinig mogelijkheden. Nou, dat is hetgene wat we proberen met deze wet te regelen. Om dan de nuance aan te brengen, waarom denkt u dan dat er alsnog de prikkel ligt voor universiteiten om zo vocaal en publiekelijk kritiek te leveren op deze plannen? Nou, ik denk dat men zich ook heel goed realiseert. Ik kan iedere wet maken die ik wil, maar uiteindelijk hebben we ook een discussie in de politiek, in de Kamer, et cetera. En we hebben eerdere wetsvoorstellen gezien dat daar ook nog heel veel onderweg kan veranderen. Dus ik denk belangrijk in het publieke debat dat we die verschillende elementen meenemen. En ik ben er ook heel erg blij mee. Ik ben ook blij met deze geluiden. Want ik moet uiteindelijk dat politieke middenpad bewandelen. Maar de verschillende perspectieven waarom internationalisering goed is, of het nu gaat over onze positie van de wetenschap, als het gaat over ons vestigingsklimaat, maar tegelijkertijd ook, of misschien de positie die je hebt in de regio. Nogmaals, als je in Limburg zit, heb je een ander verhaal dan dat je in Leiden zit. Al die verschillende elementen, belangrijk dat die stemmen doorklinken. Dus ik ben eigenlijk erg blij met al die opiniestukken. Want ik lees ze, maar ik hoop dat ook heel veel Kamerleden lezen. Mm-hmm. Oh, mooi. Het onderwijs is de afgelopen decennia echt veel veranderd. Er gaan steeds minder mensen naar het mbo en steeds meer mensen naar het hbo. Maar we hebben nog steeds mensen nodig die een mbo-studie volgen. U had het bijvoorbeeld over om niet meer te spreken over hoger en lager onderwijs. Waarom is dat belangrijk? Nou, het algemeen, en ik moet zeggen, dat is een van mij toch wel een soort verrassende inzichten als minister zijnde. Dat je bent verantwoordelijk voor het hele vervolgonderwijs. En het viel mij soms op dat ik op maandag een discussie had over hoe we dingen in het mbo regelden. En op dinsdag hoe we in het HO regelden. Ik zeg, joh, het zijn twee verschillende discussies. Het gaat eigenlijk over dezelfde doelgroep. Maar we hebben hier echt wel een soort hiërarchisch beeld. En voor mij zijn er eigenlijk twee redenen waarom ik probeer meer aandacht te vragen voor het beroepsonderwijs en met name voor het mbo. Enerzijds omdat ik voel van ieder student, en het is mooi dat we sinds een aantal jaar de mbo-studenten ook student noemen, is gelijkwaardig, verdient dezelfde mogelijkheden. Het maakt eigenlijk niet, moet toch niet uitmaken waar jouw interesses zijn. In hoeverre je ondersteund wordt, of je een studentenleven hebt, of dat je kan sporten, of je een vereniging, of dat je naar studentenkroegkant, maar ook of je gewoon dezelfde onderwijskwaliteit krijgt. En een tweede argument is dat als we zeggen van ja, die aansluiting op de arbeidsmarkt, wat vraagt onze samenleving? Dan zien we dat een heleboel van de grote maatschappelijke uitdagingen, of het nu over het onderwijs gaat, of over de medische zorg, of over de energietransitie, ja, we hebben ook mbo en hbo nodig. En dus het is ook belangrijk dat iedereen op zijn plek zit. En dan voel ik van dat ik dan vaak vanuit het mbo te horen krijg, joh, kijk nou uit hoe je over ons praat. He, want impliciet geef je toch steeds een soort boodschap. Je noemt ons lager opgeleide. Weet je wel, er zit een soort upstairs, downstairs in het onderwijs. En ten eerste denk ik dat onterecht. En ten tweede is een groter thema. Ik voel het onderwijs is een van de weinige plekken waar we verschillen kleiner kunnen maken. Maar er is een zeker risico dat het onderwijs de verschillen groter maakt. En dat heeft te maken met als we een systeem gaan krijgen met meer en meer selectie, waar het afhangt of je ouders je kunnen helpen, of je het geld hebt om te kunnen doen, of je financiële zorgen weg kan nemen omdat je in een welgestelde ouders hebt, of in een wijk komt, of uit een land komt waar het allemaal goed geregeld is. En dan bouwen we eigenlijk meer spanningen op in de samenleving die uiteindelijk ook weer het onderwijs gaan ondergraven.
Dus ik voel, dit is wel misschien ook wel... We hebben lange tijd een soort emancipatie gehad... waar we zeggen, ja, willen mensen meer en meer hoog opgeleid hebben. En misschien vergeten van, ja, we kunnen... We komen nooit in een situatie waar iedereen, zeg maar, bovengemiddeld is. Weet je wel? En dat willen we ook niet. Ik praat vaak over een waaier aan onderwijs. Niet zozeer om aan te geven dat het niet meer hoger of lager is... maar ook van, er zijn heel veel richtingen waarin je kan ontwikkelen. En dan zie je soms dat we gewoon bijna vergeten dat er opleidingen zijn, beroepsonderwijs, waar je, nou ja, waar je ook supergoed in kan worden. Weet je wel? Of het nu gaat om over animaties maken, of over koken. Of, weet je wel, er zijn, nou, wij spreken kunstvakonderwijs als een goed voorbeeld. Iedereen snapt direct dat, ja, je kan natuurlijk supergoede pianist worden. Daar hebben dan op een of andere manier kijken we op een andere manier naar het beroepsonderwijs. Dus het is heel belangrijk, denk ik, om die volledige waaier van het onderwijs te zien. En dan is het belangrijk dat als we bijvoorbeeld kijken naar studiefinanciering, naar een heleboel andere elementen, dan zijn we gewoon eerlijk. Heeft iedereen ook dezelfde mogelijkheden en dezelfde waardering? En denkt u ook dat die hiërarchische manier om naar te kijken voor die verminderde toestroom naar het mbo heeft gezorgd? Nou, ik... Het zijn kleine dingen, maar dus ik zie, toevallig stond er vorige week in de krant, dat er, of deze week geloof ik, dat er meer HAVO-leerlingen voor het mbo kiezen. Ik krijg soms reacties van ouders die zeggen, goh, ik heb 3 kinderen. 1 op het mbo, 1 op het hbo, 1 op het wo. En minister, u zegt eigenlijk dat ze alle 3 hetzelfde zijn. Even belangrijk. En dan denk ik van, dat doet me dan gewoon bijna pijn. Dan denk ik van, goh, hebben we vroeger gezegd dat het niet zo was? Er zijn mensen die zeggen, goh, mijn kind studeert op het mbo en ja, in onze vriendenclub durven ze dat bijna niet te zeggen. Weet je wel? En dan denk ik van, dat raakt me gewoon. Dan denk ik van, dat zou het onderwijs niet moeten zijn. En je kan jezelf niet emanciperen. En ik denk ook dat er ook een rol ligt voor het quote-unquote hoger onderwijs. En ook vanuit de academische wereld, om dat te erkennen. Kijk, en ik ben een natuurkundige. En als je kijkt hoe deeltjes fysicus, en hoe werkt zo'n grote deeltjesversneller? Nou, daar werken 10.000 man. Ja, daar werken een paar mensen zoals ik, die de theorie bestuderen. Maar het merendeel zijn technici. En met elkaar bouwen we die deeltjesversneller. Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Hè? Als je gewoon gaat werken in een bedrijf, dan zie je dat je in een team werkt met heel veel verschillende vaardigheden die bij elkaar komen. En kunnen we nou iets meer die grenzen die er zijn in het onderwijs, en dat is binnen de instellingen, binnen de universiteit, van de verschillende disciplines, maar ook tussen de instellingen, tussen universiteiten, hogescholen, mbo's, zo, dan kunnen we wat meer in de gezamenlijkheid doen. Ik denk eerlijk gezegd dat het past bij deze maatschappij. Maar nogmaals, het is een soort emancipatiebeweging en er is nog heel veel werk te doen om dat ik uiteindelijk kan zeggen, goh ja, die mbo-student, die heeft eigenlijk dezelfde faciliteiten op dezelfde manier ondersteund zoals de studenten hier op de UvA. U zei een jaar geleden in een interview dat u tussen die verschillende onderwijsniveaus van metaforen als roltrappen en ladders af wil. Heeft u daar al een vervanger op gevonden? Nou, de waaier probeer ik. Hij vertaalt zich niet zo goed in het Engels. Want als u zegt fan, dan denken mensen dat er een grote ventilator is, zeg maar. Dus ik ben nog op zoek naar een goed Engels. Maar het is wel interessant, want ik probeer het wel ook een beetje te exporteren. Dus wij doen regelmatig een paar keer een kennismissie naar een ander land. Vorige week was ik nog toevallig in de Caribische landen. We zijn naar Zuid-Afrika geweest. Zeg ik van, nou, ik neem alle onderwijsinstellingen mee. Ook mbo, ook hbo, ook wo. En dan komen we daar en dan vinden mensen het heel erg verrassend. Want dan zeggen ze ook aan hun kant, goh, waren we in Zuid-Afrika en daar waren ook, zeg ik van, nou, ik wil wel met de universiteiten praten, maar ik wil ook de mbo-scholen erbij, de TVET, zoals ze heten. Zij zeiden van, we zijn nog nooit samen in een kamer geweest samen met onze universiteiten. En waar liggen daar in Zuid-Afrika de grote uitdagingen? Niet alleen in de universitaire wereld, ook daar. Dus het is ook wel een gedachte die ik probeer actief te stimuleren. En heel veel thema's, als het bijvoorbeeld gaat over, nou, we hadden net internationalisering, dan zien we dat er ruimte zijn voor, we zien heel veel studentenmobiliteit op de universiteiten. We zien het iets minder bij de hogescholen en we zien het nauwelijks bij de mbo-scholen. Ook daar geldt weer van dat we daar, denk ik, grote stappen kunnen maken. De Nederlandse samenleving is afgelopen jaren
erg verhoudt. Met meer tegenstelling en meer polarisatie, ook in het onderwijs. Nationale en internationale studenten, randstad, platteland en hoger en lager onderwijs. Denkt u dat zulke taalinterventies, waar we het eerder over had, echt de oplossing kunnen bieden? Of is dat niet mogelijk? Ja, sommige mensen zeggen, goh, weet je wel, is dat nou een soort Orwellian world, weet je wel, waar je dan taal gaat verbieden? Daar gaat het natuurlijk niet om, zeg maar. Maar soms moet je wel even alert zijn over hoe je denkt. Dus ik denk dat het punt van ja, de toenemende polarisatie, daar maak ik mij heel veel zorgen over. Wat je al zei, we zien het in de samenleving, we maken een heleboel onderscheiden. En de vraag is natuurlijk van hoe kunnen we die polarisatie tegengaan? En ik voel, daar ligt een grote opdracht in het onderwijs. Om wat de voorspanningen ook zijn. Ik zie heel weinig plekken waarbij ik voel van, daar kan ik actief dat tegengaan. Maar ik voel, onderwijs is een van die plekken. En daar ligt ook een mooie opdracht. En ik denk eerlijk gezegd, dat geeft mij ook heel veel energie. Dat je dit soort punten kan aanpakken. Het is niet alleen maar de verschillen kleiner maken. Want misschien moet je juist de verschillen ook wel groter maken. Het is ook mooi om het allemaal uit te lichten. Maar denk meer aan elkaar. Doe meer dingen met elkaar. Het zijn soms kleine dingen. Wij spreken, we hebben een onderwijsprijs die we jaren hebben gegeven. Dat was dan de onderwijsprijs voor de beste onderwijsteams in HBO en WO. Dus dit jaar hebben we gezegd, nou ook MBO. Nou, dan zie je die onderwijsteams daar staan met hun plannen. Nou, eerlijk gezegd, ik kon op het blote oog niet zien van welke onderwijsinstelling was. Het was allemaal, goh, wij gaan ons meer verbinden met de wijk. Of we gaan ons bezighouden met duurzaamheid. Of dan zie je, goh, we hebben eigenlijk veel meer overeen dan we denken. En dat is keer op keer eigenlijk mijn ervaring. Dat we, kijk, de menselijke geest is vooral gemaakt om verschillen te vergroten. Dat zo zit diep, denk ik, in ons brein. Nou, dat is één persoon, dat is een glas. Dat we zitten gewoon continu eigenlijk te photoshoppen. We zitten al die contrasten aan te draaien. Onderwijs is, denk ik, iets waar we van elkaar en met elkaar kunnen leren. Nou, goed, we willen het ook nog even kort hebben over polarisatie binnen studenten, binnen universiteiten. Ja. En wat we natuurlijk zien is dat de laatste tijd ook weer een thema wordt. Het maagdenhuisbezetting binnen de UvA is aankomende maand 55 jaar geleden. En nu zie je dat het weer een redelijk polariserende tijd binnen de universiteit is over een ander onderwerp. De oorlog tussen Israël en Hamas. Ja. En de collegevoorzitter van de UvA zei dat ze in haar 7 jaar nog nooit een conflict had gezien wat zo polariserend was als die oorlog. En ook deze middag werd er weer geprotesteerd op de UvA. Ja. Dus hoe heeft u daar een oplossing om die polarisatie te overbruggen? Het is misschien een grote kwestie, maar... Wereldvrede, ja. We zijn eraan het werk, ja. Binnen de universiteiten om daar... Nou, je ziet het breed, hè. Dus laat ik zo zeggen, ik maak me daar zeker zorgen over. Kijk, de spanningen van de wereld vertalen zich ook naar het onderwijs. Het onderwijs, ik zeg, het moet een plek zijn waar je juist de verschillen kleiner maakt, waar het ook mogelijk is om... moeilijke gesprekken te voeren. Ik zeg vaak van, ja, weet je, eigenlijk er kan meer en er kan minder. Er kan meer in de zin van, ja, zeker een universiteit is ook een plek waar je geest wordt aangescherpt, waar je nieuwe perspectieven leert, waar je eigenlijk oncomfortabel bent, omdat het allemaal nieuw is en anders en gek en vreemd en je leert van elkaar. Maar tegelijkertijd kan minder, omdat je ook dat op een soort gekanaliseerde manier wilt doen. En vooral in een veilige omgeving. Dus dat is een enorm spanningsveld. En eerlijk zijn van dat ik overal in het onderwijs, en niet alleen op de universiteit, dat gaat ook wat er op middelbare scholen gebeurt, of op basisscholen gebeurt, op mbo-scholen, op hogescholen, op universiteiten. We zien het overal. En ik ben enorm trots op alle docenten die in deze moeilijke omstandigheden die veilige plek proberen te scheppen en dat gesprek voeren. Maar het vraagt heel veel. Het vraagt ook veel van bestuurders. Het vraagt ook hele moeilijke beslissingen. Als je tegen mij zegt van, weet ik hoe dat moet? Nee. Ik denk dat we allemaal ook wel zoekend zijn. Het is ook een soort stresstest voor het onderwijs. En ik heb heel veel waardering voor alle moeilijke beslissingen die mensen nemen. Maar zie ik een makkelijk pad voor me? Nee, want... Ja, weet je wel, die spanningen kunnen nog hoger worden. En slagen we erin om die spanningen overal weg te nemen, dat is gewoon verdomd lastig. Echt heel erg lastig. En ik zie ook soort enorme dilemma's. Hè, want je wil de vrijheid scheppen
om dat moeilijke debat, om ook die emoties te kunnen uiten. Voor studenten zijn er ook natuurlijk jongeren, met name hebben een feilloze antenne voor wat er speelt in de wereld. Je noemde de Maagdenhuisbezetting. In de jaren 60 waren het juist studenten die voelden, wacht even, als samenleving zijn we ergens doorheen aan het gaan. De hele democratiseringsgolf, we willen een andere wereld. Dus hier pikt men ook dit soort conflicten op. Maar tegelijkertijd maakt me ook zorgen, we zien natuurlijk ook enorm toegenomen aantal incidenten van antisemitisme. Dat is ook hartverscheurend. Dus weet je wel, die kunst om enerzijds een veilige omgeving te creëren, ook gedeeltelijk normerend te zijn wat wel en wat niet kan, en tegelijkertijd ook de kern van het onderwijs te bewaken, namelijk dat het een plek is waar je dit soort moeilijke gesprekken hebt, waar je van elkaar leert. Het is gewoon een hele moeilijke uitdaging. Wat wij proberen te doen vanuit het ministerie is vooral de verschillende partijen bij elkaar te brengen. Het klinkt weer misschien wat idealistisch, maar wat ik wel mooi vond, we hebben vele tafels georganiseerd en dan zitten er docenten van alle vormen van onderwijs, ik zeg maar echt van de groep 3 van de basisschool, tot mensen die promovendi begeleiden. En dan voel je van, ja, dit is wel een thema waar je met elkaar het gesprek over hebt. En sommige van het materiaal wat dan door uit universiteiten komt, wordt weer gebruikt op basisscholen. Dus het is wel een hele grote opdracht voor het onderwijs. En nogmaals, iedereen die hier actief aan werkt, die probeert deze gesprekken te leiden. En dat geldt hier op de universiteit, maar misschien nog wel moeilijker in een klas op een basisschool of op een middelbare school. In echt hele moeilijke omstandigheden met, ja, de temperatuur loopt eigenlijk op, weet je wel. En daar dat proces te begeleiden is heel erg lastig. En ik zou ook heel naïef zijn als ik zeg van, nou, ik zie wel een gemakkelijk pad voorwaarts. Ik denk dat we vooral moeten doen is met elkaar in gesprek blijven, de goede voorbeelden delen. Ook het gesprek met elkaar voeren. Maar het is gewoon een hele moeilijke tijd voor het onderwijs. Dat zien we trouwens internationaal. En als ik dan ook kijk wat er internationaal gebeurt, dan ben ik eigenlijk best trots op hoe we in Nederland eigenlijk daar nog met elkaar op dit moment redelijk goed doorheen komen. Op universiteiten lijkt die temperatuur toch altijd wat hoger te liggen en meer spanning, meer botsing. Dus dit 3 weken geleden op Amsterdam University College bijvoorbeeld 17 arrestaties van studenten na protesten. Ja. En dat zie je toch minder snel bij HBO of MBO-scholen. Dus waar denkt u dat het verschil zit? Nou, het maakt denk ik, in vervolgonderwijs heb je misschien wel gelijk. Ik zie in het MBO ook wel spanningen. Ik wil eerlijk zeggen dat soms ook, als ik met MBO-bestuurders praat, zeg van ja, we hebben gewoon heel veel gedoe, sowieso. Weet je wel, onze studenten hebben het sowieso niet makkelijk. Ja. Dus iedere dag wel een crisis eigenlijk. Trouwens ook, wat me opvalt op de MBO, dat we soms ook wel een hoop is aan ondersteunende maatregelen, sociaal werkers. Ze hebben ook wat meer, denk ik, ervaring soms met dit. Ik moet zeggen, in de middelbare scholen zien we ook de spanning heel hoog oplopen. Ja. En dan is het vaak 1 docent voor een klas die het moet oplossen. Ook niet eenvoudig. Ja. Het is denk ik iets waar iedere vorm van onderwijs, die voelt die spanning, maar hij uit zich anders. En universiteiten hebben natuurlijk ook, en we hadden het net over van, ja, hebben een lange traditie om toch ook wel die antenne te hebben van wat er speelt. En ik heb altijd ook gezegd van, het mooie van studenten, en dat zeg ik altijd ook tegen universitaire bestuurders, jullie hebben gewoon een schatkamer in huis, want je hebt ook een groep zeer kritische, maar ook jonge mensen die absoluut signalen oppikken en misschien meer in het hier en nu leven dan ik bijvoorbeeld, omdat ja, dit is wel jullie vormende periode en je denkt dat je echt heel erg duidelijk weet wat het betekent om 2024 te leven en wat er nu speelt en waar we naartoe zouden moeten gaan. En dat kan ook een grote kracht zijn van verandering. Zeker. Ik denk, voordat we het interview afsluiten, hebben we nu tijd voor het publieksvragen. Dus als het mensen met brandende vragen zitten, dan komt er iemand met een microfoon. Die hand is wat langs de overheid. Even kijken of een microfoon. Ja, kijk daar zo. Die hoop.
Ja, ik had een vraag over toegankelijkheid, maar misschien in een iets andere invalshoek. Namelijk voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Ja. Ten eerste, fysiek zijn nog lang niet alle onderwijsinstellingen toegankelijk. Rolstoel, toegankelijke gebouwen, liften die niet uitspreken op welke verdieping ze stoppen, geen geleidelijnen. Onderwijstechnische voorzieningen, eigenlijk als je daar gebruik van wil maken, dan gaan mensen er vaak al vanuit dat je er misbruik van wil maken. Dus het is een heel gevecht om ze überhaupt te krijgen. En er ligt een nadruk op gelijkheid boven gelijkwaardigheid in plaats van andersom, hoe het zou moeten zijn. Op sociaal vlak zijn heel veel sociëteiten van studie- en studentenverenigingen nog niet toegankelijk. Heel veel activiteiten zijn niet toegankelijk. Toegankelijkheid is nog nauwelijks onderwerp van gesprek, ook bij sportverenigingen niet. En dan bij studenthuisvesting, idem dito, bijvoorbeeld iemand, een rolstoelgebruiker die heeft geen recht op urgentie als het gaat om rolstoeltoegankelijke woningen, waardoor je eigenlijk vrijwel kansloos bent. Al deze problematiek. En 8 jaar geleden hebben we het verdrag handicap ondertekend en geratificeerd. Dat betekent dat wij een commitment hebben gemaakt om hier iets aan te doen. Maar eigenlijk zie ik 8 jaar later, ik ben nu in mijn 7e jaar van mijn studie, 8 jaar later zie ik nog nauwelijks verschil. En wij in de studentenraad proberen er meer aan te doen, maar heel veel van deze problematiek is gewoon op nationaal niveau. Ik heb het nog niet eens gehad over ontoegankelijke bijbanen, dat de Wajong veel te streng is geworden, et cetera, et cetera. En ik vroeg me eigenlijk af, ja, ik denk dat ik namens de meeste studenten met een ondersteuningsbehoefte mag spreken als ik zeg dat we een beetje klaar mee zijn dat de verantwoordelijkheid eenzijdig bij ons wordt gelegd om te participeren in de samenleving zonder dat de samenleving ook een verantwoordelijkheid draagt om ook open en inclusief zichzelf op te stellen. En ik vroeg me af of u, wat uw plannen zijn als minister van Onderwijs om het onderwijs toegankelijker en inclusiever te maken. En specifiek ook of u bereid bent om in elk geval die verantwoordelijkheid, in elk geval op het gebied van onderwijs, op u te nemen. En ook hier duidelijk, concreet mee aan de slag te gaan. Actie. Dus we praten nu al 8 jaar, hè, dat doen we heel lang. We hebben laatst nog een kamerdebat erover gehad. Maar ik denk dat we nu al heel lang aan het praten zijn zonder dat we heel veel doen. Dus daarom mijn earnest request aan u als minister en ook om dat u dat doorgeeft aan uw opvolger om minder te praten en meer te doen. En voor concreet nu is de vraag van wat gaat u op korte termijn doen om echt de naleving van het verdrag handicap op het gebied van onderwijs beter en sneller te laten verlopen. Dank u wel. Dank je wel voor deze vraag. En het is een heel belangrijk punt. En je noemde van in hoeverre kunnen we inclusief zijn. En ik zeg heel vaak, weet je, iemand zei een keer tegen mij, het gaat niet om inclusie, want dat is eigenlijk gaat over van hoe pas jij in het systeem. Het gaat over expansie. Het gaat over hoe kan het systeem zich zo vergroten, zodat er ook ruimte voor jou is. En dan denk dat je, hoe je wijst op studenten met een fysieke beperking. Maar dat gaat trouwens ook voor studenten met chronische ziekte, met alle manieren van extra ondersteuningsbehoefte, breed in het onderwijs, dat daar gewoon nog heel veel meer gedaan moet worden. En in eerste instantie ligt die verantwoordelijkheid natuurlijk bij de instellingen zelf, maar wij kunnen een rol spelen, proberen we ook te doen, om dit belang te onderschrijven. Ik heb best wel veel gesprekken ook gevoerd met studenten die eigenlijk deze groep vertegenwoordigen. Het is een grote groep. Als we het hebben over discriminatie, moeten we nooit vergeten dat dit ook een groep studenten is die op een heleboel plekken eigenlijk gewoon niet dezelfde mogelijkheden hebt. Dus gewoon fijn dat je dit punt nog een keer geagendeerd hebt. We hebben het regelmatig over ook met onze, als we praten met de onderwijsinstelling, met de koepels, et cetera. De algemene verantwoordelijkheid buiten het onderwijs dan ligt niet bij mij. Maar je kan, ik bedoel, als we kijken van hoe we een inclusieve, toegankelijke samenleving vormen, dan is dit een absoluut belangrijk element. Je hebt terecht gezegd, we hebben allerlei dingen ondertekend, maar wat is het nou precies in de praktijk? Dit vraagt meer aandacht, dus dat neem ik zeker ook nog een keer mee. Dus dank voor deze. Wat gaat u doorgeven aan uw opvolger? Dat zeg je? Wat gaat u doorgeven aan uw opvolger? Wat ik allemaal ga doorgeven? Nou, op dit onderwerp. Ik denk dat dit een groep is die we snel vergeten. Om even een ander onderwerp te noemen, we hadden laatst een hele indringende sessie over stages en discriminatie bij stages. Dan denken we heel gauw, je kleur of je migratieachtergrond. Maar ook heel nadrukkelijk kwamen studenten, maar wacht even, hoe zit het met studenten met een handicap of een fysieke beperking of een mentale beperking? Van,
chronische ziekte, van heb ik dan ook dezelfde mogelijkheden om stages te doen? En nogmaals, dan hebben we natuurlijk artikel 1 van de grondwet. Ik ben ook heel mooi dat het daarin terecht is gekomen. En ik weet wel, toen we vierden een jaar geleden dat artikel 1 is aangevuld met handicap en seksuele oriëntatie. Mensen zeiden, ja, waarom heb je dat eigenlijk toegevoegd? Want het stond er toch al, weet je, want iedere burger is gelijk. Nou, het staat er eigenlijk als een soort memo aan onszelf, dat er nog heel veel moet gebeuren hier. Dus dit is wel een heel belangrijk punt. En ik merk ook, en dat is een les die we volgens mij hadden kunnen leren, maar niet genoeg geleerd hebben, dat in de coronaperiode een aantal dingen wel konden, dat het onderwijs eigenlijk een stuk flexibeler was. Heel veel dingen konden ineens online, et cetera. En sommige van die mogelijkheden zijn ook weer weggevallen. En het raakte mij dat sommige studenten ook zeiden, goh, ik had het makkelijker onder corona. En nu heb ik weer een heel veel meer uitdagingen. Dus daar zijn ook een aantal lessen, denk ik, die we beter hadden kunnen leren. Ja, zeker. Kijk, zijn er verder nog vragen? Ik zie daar... ik denk dat er een microfoon naar je toe kan komen. Even daar, hier zo, om het wandelpad heen. Oké. Helemaal goed. Ik had een vraag wat betreft innovatie. U haalde net zelf ook al even corona aan. Toen hebben we eigenlijk gezien hoe snel het onderwijs ineens kan innoveren, toch ineens. Ja. Nu loopt eigenlijk alles weer een beetje zoals het ging. Hoe ziet u innovatie een plek geven in het onderwijs? Waar ligt die focus op? Ligt dat bij het stukje onderwijs geven? Dus gaan we dadelijk VR dingen doen of gaan we meer met AI werken? Of moeten we misschien ook kijken hoe we organisatorisch het roosteren, dat soort dingen, hoe we dat kunnen digitaliseren? Nou, ten eerste denk ik heel belangrijk dat je zegt van dat het onderwijs zelf lerend moet zijn en onderzoekend en dat we eigenlijk moeten durven veranderen. En je, eigenlijk bijna alles wat je noemde zijn relevant. We hebben een hele intense discussie nu in onze samenleving rondom de rol van AI, waarvan heel vaak de nadelen worden benadrukt. Kunnen enorme voordelen ook in het onderwijs zijn. Dus met weer allerlei waarborgen. Maar als je zegt, het oude model van het utopisch onderwijs, de gouvernante, die eigenlijk helemaal voor jou er helemaal alleen was. Nou, dat kan misschien wel uiteindelijk met deze hulpmiddelen. De vraag is ook van, hoe ontwikkelen we die technologie? En doen we dat ook op een manier waar we rechtstreeks de mogelijke toepassingen meenemen. Hoe je zei roosteren. We hebben een programma, een soort pilotprogramma met een quote-unquote slimmer collegejaar. Kunnen we dat anders organiseren? De verschillende vormen van onderwijs, kunnen we daar flexibeler in zijn? Ik heb net een paar weken geleden het wetsvoorstel leeruitkomsten door de Tweede Kamer heen gegaan. Dat betekent dat we wat meer flexibeler zijn in van hoe we het aftekenen van een vak vormgeven. Kan dat ook met een praktijkervaring? Kunnen we meer duaal leren? Kunnen we meer leven lang ontwikkelen? Er zijn zoveel mogelijkheden, denk ik. In die zin vind ik het vervolgonderwijs wel altijd heel stimulerend, omdat we het eigenlijk best wel goed doen. En dus heel veel mogelijkheden hebben om om het nog beter te doen. En ik denk eerlijk gezegd dat het meer gaat over, als je zegt welke richting gaat het, dan denk ik meer flexibel. Dat de verschillen, de scheidslijnen misschien allemaal wat meer stippenlijntjes worden, dat we meer kunnen gaan combineren. Maar inderdaad het allerbelangrijkste is wat je zegt, hoe kunnen we innovatie zelf in het onderwijs een rol geven? Nou, we doen dat een beetje vanuit het ministerie met onderwijsprijzen, met het Comenius-netwerk. Maar ja, uiteindelijk is het ook aan onszelf, denk ik, aan het onderwijs zelf, om te zeggen, ja, we zijn vernieuwend, we zijn lerend. En dan ook even een beetje terug naar die quote die ik ergens in het begin, wat mij ook opviel als minister van Onderwijs, is dat het soms ook wel heel erg eenzaam is. Ik zeg een beetje van, er is maar een beetje NS1-verschijnsel. Er is maar één kopie van Nederland en we hebben ons stelsel en daar denken we over na. Maar experts zeggen keer op keer op keer, joh, weet je wel, van ook de verschillen tussen de landen zijn veel kleiner dan je denkt. En wat op een één plek werkt, dat werkt vaak ook hier. Dus we kunnen ook veel meer van elkaar leren. En dat mis ik soms ook een klein beetje. De hele discussie in het onderwijs is soms van over het Nederlands onderwijs. En je wil ook niet experimenteren met, of niet te makkelijk experimenteren, want je wil niet experimenteren met studenten of docenten. Maar gelukkig worden heel veel van deze experimenten elders uitgevoerd. En dus we kunnen ook heel veel leren van wat er in de wereld gebeurt.
En dus een soort wat meer onderzoekende, natuurlijk wel op ook wel echt daadwerkelijk feiten en analyses gebaseerd. Maar innovatie in het onderwijs stimuleren is denk ik een hele belangrijke. En laten we eerlijk zijn, die maatschappij die verandert razendsnel. En hoe kunnen we ons daaraan aanpassen? En hoe kunnen we dat doen op een manier dat we iedereen meenemen? Dat is een enorme opdracht. En ik denk, ja, je noemde een aantal technologieën die dat... Waar het niet eens per jaar gaan, maar bijna per maand. Hoe kunnen we ons daarin vinden? Dat vraagt denk ik heel veel vernieuwingskracht in het onderwijs. En dan denk ik ook nogmaals dat er een belangrijke boodschap is voor... met name denk ik voor het vervolgonderwijs. Omdat daar, nou ja, daar zit ook die onderzoekscomponent in. Dus leren over jezelf, over hoe dingen zijn vormgegeven. En dat gaat volgens mij om technische dingen, als van... Wat voor vakken, hoe doen we programma's? Maar ook over de thema's waar we het net over hadden. Ja, wat is de cultuur? Hoe maken we het veilig? Hoe gaan we met elkaar om? Ook daarin kan je innoveren, denk ik. Dank u wel voor die vragen. We gaan nu verder, omdat we met de tijd zitten. Maar na afloop kun je misschien nog kort met de minister spreken als hij er tijd voor heeft. Nou, mag nog wel één of twee vragen wat mij betreft. Nou, dan doen we er nog. Ja, perfect. Ja. Ik zie hier... Zullen we nog twee doen? Sorry, ja. Nee. We hebben nog even. Kijken. Gewoon naar je toe. U pleit voor meer waardering voor praktijkonderwijs. En u raadt VWO-leerlingen ook aan om misschien te overwegen om het mbo te doen. Maar tegelijkertijd maakt u ook het BSA een beetje vleugellam. Terwijl dat... wellicht een middel is om dat te bewerkstelligen, dat u misschien toch iets anders gaat doen wat beter past. Is dat niet tegenstrijdig? En daarop aansluitend, is het BSA niet uiteindelijk een middel om studiestress en prestatiedruk te verlichten op de lange termijn? Ja, BSA is trouwens, dus ik ben lekker aan het doorregeren, maar BSA is een van de onderwerpen die controversieel is verklaard. Dus daar ben ik niks mee aan het doen. Dat is ook echt aan een volgend kabinet. Wat mij opviel met de discussie rondom het BSA, ten eerste dat er heel verschillend wordt gedacht in alle vormen van onderwijs en zelfs in de instellingen. Dus zelfs de norm van het BSA ligt heel verschillend per instelling. Op hogescholen trouwens kreeg ik echt typisch dat men daar een stuk relaxter in was dan bij universiteiten. Ik ben er eigenlijk van twee meningen. Enerzijds zeg je ja, weet je, het is belangrijk dat studenten... als op een gegeven moment een opleiding niet de jouwe is, dat je op een goede manier wordt georiënteerd en doorgeleid. En ik vind dat dat nog steeds een hele belangrijke opdracht is. Het alleen maar zeggen van, goh, sorry, dit is niet de plek voor jou, punt, vind ik ook een wat kort door de bocht. Dus ik denk ook belangrijk dat in de ideaalwereld, je gaat bij wijze van spreken aan de universiteit studeren, het lukt niet, of wat voor reden dan ook, dan moet iemand gesprek eigenlijk met je hebben. Goh, weet je, we gaan voor jou een andere optie. We gaan gewoon kijken wat kan. Waar kan je wel naartoe? En dat idealiter gebeurt dat op een manier waarbij je niet heel veel studiepunten verliest, et cetera. Dat zou mijn ideale wereld zijn. Dat je die hebt die waaier, verschillende vormen. Uiteindelijk vind je plek. Natuurlijk niet iedereen kiest direct de juiste keus. En dus goede begeleiding, goede oriëntatie is daar. De discussie van, ja, maar naar hoeveel punten word je weggestuurd, is ook wel een heel platgeslagen discussie. En wat ik bij het BSA voelde, is dat in ieder geval zeker de gesprekken die ik heb gehad met alle studentenorganisaties, die zijn daar heel scherp in. Dan zou ik zeggen, er wordt sowieso ook verschillend over gedacht, merk ik, tussen de verschillende vormen van onderwijs. Maar ja, weet je wel, dus... prestatiedruk verminderen kan ook heel goed binnen een onderwijsvorm. Betekent niet altijd dat je eruit weg moet en doe maar wat anders. Ik denk betere oriëntatie, betere begeleiding is iets wat sowieso gaat helpen. Maar ja, de discussie over BSA in HBO en WO, die is wel echt voor mijn opvolger. Want daar mag ik niet meer over nadenken. En voor de laatste... brandende vraag. Even kijken. Ik zie hier zo. Kijk. Mijn hand. Microfoon. Kijken. Ja,
dankjewel. Ja, mijn vraag gaat over de autonomie van de universiteit, ten aanzien ook van ontwikkelingen van de wet internationalisering in balans. Ik denk namelijk dat het heel belangrijk is dat universiteiten de autonomie hebben om hun wetenschapsgebieden te ontwikkelen via hun eigen opleiding aanbod. En daar natuurlijk kijken naar de maatschappelijke uitdagingen van morgen. En volgens mij wat u met deze wet aankondigt zijn een aantal dingen waar deze universiteit volgens mij zelf ook om heeft gevraagd. Dus daar heeft u denk ik een goede aan. Maar er staan natuurlijk ook wel meer dingen in die best wel ingrijpend zijn als het gaat om die voertaal. Hè. En daarmee stuurt hij denk ik wel indirect op welke opleidingen levensvatbaarder zijn voor de toekomst dan andere. En u noemde bijvoorbeeld dat bepaald talent wel nodig is, hè, bijvoorbeeld bij technische opleidingen, dat we dat moeten aantrekken van buiten. Maar misschien wordt het ASML van de toekomst in strategische zin hier wel op het Science Park ontwikkeld. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je ook voor uw opvolger niet de deur heeft opengezet voor de politieke waan van de dag om hier te bepalen welke opleidingen een toekomst hebben? Ja, ik denk dat het een hele goede vraag is. Algemeen vind ik trouwens de discussie rondom autonomie. Ik heb het vaak eerder over de verantwoordelijkheid, zeg maar. Waar ligt die verantwoordelijkheid? En ik merk bij een aantal grote punten, internationalisering is er één, sociale veiligheid is een ander, kennisveiligheid is er één, waarbij er eigenlijk een collectieve verantwoordelijkheid ligt. Dus als we gaan kijken van, goh, wat is het onderwijsaanbod in Nederland, dat is niet alleen maar de optelsom van iedere autonome instelling. Dus daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die instellingen met elkaar, dus een belangrijk element in ook de hele filosofie is die wat we dan zelfregie noemen. Dus van dat de instellingen zelf met elkaar spreken. We hebben ook in de investeringen die ik heb kunnen mogen doen, ook in het universitair onderwijs hebben we sectorplannen gemaakt. Dus, goh, wil dat je met elkaar een plan maakt. Hoe gaan jullie de medische opleiding versterken? Wat gaan jullie doen met de sociale wetenschappen? En als je zegt van, goh, waarom... En ik zie gewoon in heel veel gesprekken van, ja, waar ligt autonomie? Dus ligt zeker autonomie op het niveau van de instelling. Er ligt ook autonomie binnen de instelling. Hè. Decanen willen ook hun eigen ruimte. Maar uiteindelijk wil je ook misschien wel als docent je eigen ruimte. Maar er ligt ook een bepaalde mate van autonomie voor ons als land. Hè. Zijn we als land autonoom? Hebben we daar de keuzes in? Dus ik voel van, en dat is best een interessant gesprek om te hebben, van waar leg je die verantwoordelijkheid neer? En het is een soort grote optelsom. Ik denk dat je totaal gelijk hebt, en ik voel dat zelf ook, van dat je moet oppassen wat de rol van de politiek daarin is. Hè. Dus dat je daar heel terughoudend in moet zijn. En daarom heb ik ook heel erg zo'n beeld van een getrapte verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk natuurlijk is er altijd een verantwoordelijkheid bij de minister van Onderwijs. Maar dat is eigenlijk een knop waar je gewoon eigenlijk niet aan wil komen. We hebben vooral een ondersteunende rol. De politiek heeft ook een ondersteunende rol. Het is heel belangrijk dat we natuurlijk die invulling daar hebben. En als je zegt van, goh, hoe moeten we investeren in ons talent van de toekomst, dan is het absoluut waar dat we het mooie is natuurlijk van het onderwijs, dat het veel verder kijkt dan de waan van de dag. En dat we daar uiteindelijk ook naar moeten kijken. Maar tegelijkertijd, die maatschappij vraagt ook wat. Er ook in de wet staat dat onderwijsinstellingen een maatschappelijke functie hebben. En dus op een of andere manier al die verschillen, ik zeg al die drie belangen, de kwaliteit, de vrijheid, de toegankelijkheid, die ook heel belangrijk is, dat uiteindelijk iedereen zegt van, ja, ik kan me ook een weg daar naartoe vinden, maar ook de aansluiting op de samenleving. Ja, ik zeg, want het is volgens mij niet echt een trilemma, volgens mij is het best mogelijk te doen, maar om dat te waarborgen in een wereld die snel verandert, met allerlei politieke grachten die waaien, ja, dat is gewoon een heel lastig probleem. En ik voel waar voor mij echt wel de belangrijkste oplossing zit en waar ik ook heel trots op ben, dat we in Nederland, ik zeg dat we zo'n soort wereldkampioen samenwerken. Ik vind dat de onderwijsinstellingen heel veel dingen ook heel goed met elkaar doen. En dat komt denk ik ook omdat we gewoon het onderwijs in Nederland niet terug los kunnen zien van die grotere wereld. Uiteindelijk gaat het ook om hoe houden we ons ontstaande binnen Europa? Hoe houdt Europa zich staande binnen de wereld? Dus dat je dus op verschillende niveaus moet nadenken hoe je je plannen maakt, wat je rol is, wat je wel kan doen, wat je niet kan doen, hoort daarbij. En ja, dat is denk ik een hele spannende ontwikkeling. Want ja, het mooie van onderwijsinstellingen is dat ze
tot de oudste van ook voor ons land horen. Hè? Dat, in heel veel landen is de oudste universiteit ouder dan dat land zelf. En dan denk je, hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan zo'n universiteit honderden jaren meegaan, terwijl er van alles gebeurt, oorlogen, grote revoluties. En dat is natuurlijk, dat komt een beetje terug op dat innoveren. Dat we continu weer dingen leren en dat we verder ontwikkelen. En ja, dat faciliteren en te zorgen dat de politiek dit ondersteunt, maar niet afremt. Ja, dat is denk ik de balans die we met elkaar zoeken. We hebben nu gehad over het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren, wat soms een beetje wisselvallig over zou kunnen komen. Maar nu midden in de Nederlandse politiek staat, hoe voelt het dan dat uw vorige departement nu een beetje een speelbal begint te worden in de formatie? Nou, ik zou bijna zeggen, was het maar een speelbal. Een van de dingen waar ik wel teleurgesteld ben in de verkiezingen die er zijn, en ook de aandacht daarvoor, dat het onderwijs eigenlijk een hele kleine rol speelde. We begonnen met, er zijn best wel grote problemen in het onderwijs. Gelukkig minder in het vervolgonderwijs, met funderend onderwijs, echt dingen waar je wakker van zou moeten liggen. Ik heb op een gegeven moment de stemwijzer gedaan. Ik weet niet of een van u dat gedaan heeft. Er stond letterlijk één vraag in over het onderwijs, of over het hele OCMW-domein. En toen was of we meer kunstonderwijs in de middelbare school moesten hebben. Nou, heel belangrijk. Maar toch niet, denk ik, hetgene waar ik van wakker lig. Dus ik vind het soms jammer dat onderwijs niet de centrale rol speelt die het zou moeten spelen. En ja, weet je wel, het probleem met onderwijs is van niemand is er tegen, maar wie is er echt voor? Ik voelde me heel bevoorrecht toen in ons kabinet. Wij mochten grote bedragen investeren. We hebben zo'n 4,5 miljard bijna structureel in het onderwijs kunnen investeren. Ook in het wetenschappelijk onderwijs, in de wetenschap zelf. Die investeringen, daar maak ik me zorgen over. Het is een gezegde van of je zit aan tafel of je staat op het menu. Dus ik ben bang dat het op het menu staat. Ik denk dat het belangrijk is dat, dat de samenleving ook van zich laat horen hoe belangrijk dat is. Want het is uiteindelijk, het zijn de zaadjes uiteindelijk van groei. Als we zeggen van goh, waarom denken we dat we in de toekomst dingen aankunnen, is omdat we mensen beter kunnen opleiden. Meer kunnen onderzoeken, nieuwe dingen kunnen ontdekken, het op een andere manier kunnen vormgeven. Dat is de enige betrouwbare bron van optimisme. En daar moeten we in blijven investeren. En die investeringen, ja, die zijn, ja, alles is natuurlijk weer vloeibaar geworden nu. En het is maar de vraag hoe het zich gaat stollen. Daar maak ik me zorgen over. En dat is denk ik een van de dingen die je wel hebt in de politiek. Ik zeg van, dat is het grootste verschil is. Ja, dat er eigenlijk altijd zo'n soort zwaard van Damocles boven je hangt. Een kabinet kan vallen, dat is bij ons gebeurd. Er kan een nieuw beleid komen. Onderwijs is natuurlijk iets van de lange termijn. Het vaart wel bij een hele stabiele, rustige omgeving. Ik zeg ook vaak, ja, misschien moet de politiek op een gegeven moment ook zeggen van, nou, we hebben de zaadjes geplant, nu handen ervan af, laat ze ook opgroeien. Maar als je me vraagt, maak je daar zorgen over? Ja, daar maak ik me zorgen over. Nou kijk, ik denk, over het algemeen is het UvA een redelijk linkse universiteit, dat kan je wel stellen. En dat is dan toch misschien een publiek wat met argusogen naar de huidige formatie kijkt. Om het dan af te sluiten, heeft u nog een boodschap van hoop vanuit de wandelgang in Den Haag die u kan meedelen? Nou weet je wat, mijn belangrijkste boodschap van hoop is dat, en dat heb ik gewoon wel, dat ervaar je gewoon iedere dag als je minister van OCMW bent. Want dan gaat het over de onderwijs, over de cultuur, over de wetenschap. Kijk, ministerie geeft geen les, doet geen onderzoek, maakt geen cultuur. Dus uiteindelijk is het gewoon, het zijn de onderwijsinstellingen, het zijn de wetenschaps- en de cultuurinstellingen die het allemaal doen. En daar zit ook ontzettend veel kracht in. En ik denk dat je ook niet moet onderschatten hoeveel energie er in het veld zelf zit. Dus wordt heel vaak gezegd van, dat onderwijs dat is een mammoetanker, het is moeilijk van koers te veranderen. Maar ik zeg altijd, ja, het is wel een mammoetanker. Dus het is ook, weet je wel, het heeft ook heeft veel inertie. En ik denk ook, weet je wel, even los van wat er in politiek gebeurt, maar met alle spanningen die er zijn, ook in de Nederlandse samenleving, is het belangrijk dat we ook vanuit het onderwijs en de wetenschap, ja, rechtdoor blijven gaan. Er zit
Je kan ontzettend veel doen, gewoon in het onderwijs. Je kan het zelf doen. Je kan zelf zichtbaar zijn. En dat was eigenlijk ook maar een beetje mijn oproep, geloof ik, 5, 6 jaar geleden. Hè, van maak je zichtbaar, vertel het verhaal. Actie is reactie. Dus als er ook in de politiek gebeurt, je kan erop reageren. Dat is ook goed. Dat hoort ook zo. Uiteindelijk vindt zich dat ook zijn weg in de politiek. En je hoeft niet alleen maar... het onderwijs is niet een soort willoos slachtoffer. Het is ook, heeft ook zijn eigen mening. Kan zichzelf uiten. Ook aan jonge mensen zeggen van laat van je horen. Doe mee. Vorm het debat. Zorg dat je aan tafel zit. Zodat je dan ook uiteindelijk niet op het menu staat. Ja, u was 6 jaar geleden inderdaad gast voor ons 10e lustrumjaar. Nu zit u hier als minister, toen als hoogleraar. Als we u over 5 jaar weer uitnodigen, onder welke titel zit u hier dan? Nou, ik weet dat toen ik de vorige baan had in Princeton. Toen zei ik had een arts, die zei altijd van... Goh, Robert, van, dit is gewoon ideaal. Want als je weet, als natuurkundige, wat is mooier dan op het Institute for Advanced Study werken. En dan, de volgende moet je iets heel anders doen. Het had iets van surfinstructeur op Hawaii. Ja, helemaal goed. Dan, dus misschien is dat hem. Ja, over 5 jaar. Leuk. Terugkijken naar onze titel. Heeft Nederland een utopisch onderwijssysteem? Ja, het antwoord is natuurlijk nee, want het kan altijd beter. Maar ik denk wel... laat ik heel eerlijk zijn van wat ze in Groningen zeggen, het kan minder, het kan slechter. Ik denk dat we ontzettend trots moeten zijn op wat we doen in het onderwijs. En nogmaals, van niet alleen dat we die hoge kwaliteit hebben, dat we dan zoveel mensen kunnen bieden, dat we ook kritisch zijn. Want één ding wat ik wel heb geleerd, dat de beste plekken, zijn altijd de plekken waar mensen super nerveus zijn, van doe ik het goede, en met elkaar in debat zijn. En plaatsen waar iedereen super tevreden is, die zijn vaak heel middelmatig. En ze zijn middelmatig omdat ze tevreden zijn. Dus er hoort ook een kritische geest bij. Ik ben er gewoon ook, ja, ik vind echt, er zit ook iets in de Nederlandse aard. Van kritisch, veranderingsgezind. Eigenlijk ook wel met een hoop lef. We zijn ook niet heel formeel. We spreken elkaar makkelijk aan. Ik vind daar ben ik eigenlijk heel erg trots op. Het is, we zeiden al, het is een plek waar mensen graag naartoe komen. Onder andere denk ik omdat we spelen een belangrijke rol. En als we het hebben over onderwijs, over onderzoek, dan zeggen veel van mijn internationale collega's, die zijn heel erg geïnteresseerd in Nederland, want zeggen ook van ja, jullie zijn er niet heel goed in, niet alleen heel goed in. Maar het is van jullie ook van levensbelang. Dus ik voel, we hebben hier echt een belangrijke rol. Niet zozeer om het goed voor onszelf te hebben, maar ook om nieuwe ideeën te ontwikkelen, om te laten zien hoe we die uitdagingen aangaan, om open te staan voor nieuwe ideeën. Dus ja, het utopische onderwijs, dat is nog wel even een lange weg. Maar daar moet uiteindelijk, denk ik, de hele wereld heen, maar we lopen daar wel in voorop. En daar ben ik gewoon heel erg trots op. Geen utopie, maar wel een optimistische noot om op te eindigen, lijkt me dat. Iedereen in het publiek natuurlijk, bedankt dat jullie er vandaag waren. Bedankt aan u, minister Dijkgraaf, dat u er was. Op maandag heeft Room for Discussions een volgende interview. Dat is gewoon weer beneden bij het podium. Dat is met socioloog Hein de Haas over de mythes rondom het migratiedebat. En zeker ook over internationale studenten. Ja. Daarna hebben we een gesprek met ons volgende Lustrum interview. Ben Rijgoud, de CEO van de Super League. Dankjewel voor uw komst. Een groot applaus, ja.